Hoi allemaal, mijn naam is Alicia van den Berg. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Oosterhout. Ik ben vandaag uitgenodigd bij Beauty Revolution in Boxmeer. En ik ga jullie vandaag een dagje meenemen in een dag uit mijn leven richting Miss World. Alicia van den Berg, 19 jaar, bijna 20, bezig met haar titel voor Miss World. Maar waar wordt er eigenlijk op gelet om de titel Miss World te krijgen? Eigenlijk op van alles. Dit traject ben ik aangegaan sinds juni 2021, dus ik ben er echt wel heel erg lang mee bezig. En het gaat dus niet alleen om hoe dat je eruit ziet of hoe dat je loopt. En dat is wel iets wat mensen heel erg verwachten als je meedoet aan een missverkiezing. Je wordt beoordeeld op je beauty with a purpose. En daar ben ik dus bezig met de menstruatiearmoede in Nederland. Om dat tegen te gaan, zeg maar. Daarvoor heb ik samenwerken met het Armoedefonds in Rosmalen. En daar gaan we straks nog eventjes naartoe. Maar je wordt dus op je beauty with a purpose worden we beoordeeld. Maar ook inderdaad op de catwalk, op je photoshoots wel. Maar ook gewoon hoe jij bent als persoon, hoe jij in de challenges meedoet. We hebben bijvoorbeeld een sportchallenge gehad. We hebben een taart moeten bakken. We hebben een neuromarketing training gehad als gedragspsychologie. Echt een hele hoop verschillende dingen hebben we eigenlijk. Ja, dat is echt wel heel erg leuk. Dat we vandaag twee looks gaan doen. Eentje met losse haren. En straks gaan we het heel leuk opsteken. Dan hebben we twee verschillende looks. En dan ziet de jurk er ook heel anders uit. Maar je hele uitstraling die verandert daardoor. Okay. Dus dan is het wel super leuk om twee looks te maken met één kapsel. Ja, nou, ben benieuwd. Het is niet zo dat Miss World echt heel erg bezig is met dingen die je niet mag. Ze hebben wel heel graag dat als je bijvoorbeeld een opdrachtje hebt of zo wat op tv komt of zo, dat je het even laat weten. Maar het is niet dat ze je dingen verplichten om te doen of dat ze zeggen dat je bepaalde dingen niet mag doen. Je bent er eigenlijk gewoon heel erg vrij in. Ze hebben alleen wel heel graag dat je even laat weten wat je gaat doen, zodat ze je daar eventueel nog bij kunnen helpen of dat ze nog advies kunnen geven. Dus eigenlijk alleen maar heel erg meedenkend. Nee, er zijn niet echt dingen waar ik op moet letten. Ja, dat je natuurlijk niet op een verkeerde manier in de media wordt gezet. Maar dat wil je ook niet als je niet aan Miss World meedoet. Dus ik denk eigenlijk dat dat niks geks is. Alicia, een paar tatoeages. Doen ze daar moeilijk over tijdens een missverkiezing? Nee, helemaal niet. Tegenwoordig, het wordt natuurlijk ook steeds meer mode. Ze doen er eigenlijk helemaal niet moeilijk over. Want ze willen gewoon dat jij de persoon bent wie jij bent bij Miss World. En ze willen ook helemaal niet dat je bijvoorbeeld gaat coveren of dat je alleen maar jurken draagt met lange mouwen, zodat je het niet ziet. Het gaat dus niet meer alleen om hoe je eruit ziet, maar ook vooral om de persoon wie jij bent, zeg maar. Dus of daar nou een tattoetje op zit of niet, dat maakt niet uit. Nee. Ik ben 1,55 met hakjes 1,65. Ik val inderdaad wel onder de norm. Voor een catwalk model. Alleen gelukkig is catwalk model en normaal model of een miss is heel wat anders. Dus ja, daar doen ze gelukkig niet meer moeilijk om. Nee. Nou, ik heb vandaag Adwin meegenomen als fotograaf. Ze zijn nu hele leuke foto's aan het maken.
De make-up is gedaan, de haren zijn gedaan. Ik heb een prachtige jurk aan. Dus heel benieuwd naar het resultaat. Nou, ondertussen zijn we aangekomen in Rosmalen bij het Armoedefonds. Ik heb met het Armoedefonds een hele leuke samenwerking, omdat ik bezig ben met de menstruatiearmoede in Nederland tegen te gaan. Bij het Armoedefonds helpen ze ongeveer 30.000 dames. En ik sta hier voor een menstruatieuitgiftepunt. Die zijn door heel Nederland te vinden. En daar gaan we ook even wat in doen en ik neem jullie zo mee naar binnen. Want we hebben nog een hele tas vol met allemaal donaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik heb weer goed mijn best gedaan. Ik heb weer een hele tas vol met maandverband meegenomen. Geweldig, dankjewel. Dus, alsjeblieft, wil ik je graag naar jou geven. Nou, wij zijn heel erg blij dat Alicia het Armoedefonds wil helpen om menstruatiearmoede in Nederland aan te pakken. Ja, Alicia is natuurlijk niet bang voor de camera. Ze heeft een mooi podium als kandidaat voor de misverkiezingen. En kan daardoor heel veel mensen bereiken die normaal helemaal niet met dit onderwerp ook te maken hebben. Ja, nou ja, en ik ben zelf echt onwijs blij dat ik jullie ermee kan helpen. Want ja, als je het hebt over maandverband inzamelen. Mensen snappen nooit zo goed waar dat naartoe gaat. En nu kan ik wel echt vertellen van, goh, ik ga naar Rosmalen toe, naar het Armoedefonds. En hun geven het maandverband weer aan dames die dat nodig hebben. Ja. En ja, dat is gewoon heel fijn dat, ja, dat ik eigenlijk een plekje heb waar ik zeker ben dat het naar een goede andere plek toe gaat. Ja, en ik heb bij jou ook heel erg gezien dat naarmate je meer met het project betrokken was, dat je ook heel enthousiast werd en... Ja, ook zelf met allerlei ideeën kwam en ja, je bent gewoon nu niet meer te stoppen. En dat is wel heel mooi om te zien en dat geeft ons ook weer heel veel energie om het werk door te blijven zitten. We zitten nu op ruim 30.000 meiden en vrouwen die we al structureel kunnen helpen. Ja, dat kunnen we samen nog verder omhoog brengen, want er is nog wel heel veel nodig. Ik ben lekker opgemaakt, mijn haren zijn gedaan. Ik heb hele mooie foto's gemaakt in een hele mooie gala-jurk die jullie net hebben gezien. En ik ben net bij het Armoedefonds geweest. En daar heb ik weer een hele lading maandverband mogen afgeven aan het Armoedefonds. Dus ik ben onwijs blij dat het weer is gelukt. Het enige jammer is dat de make-up straks weer eraf gaat en dat mijn haren gewoon weer gaan worden zoals ze waren. Welke tip ik wil geven aan iemand die ook de misverkiezingwereld ingaat, is gewoon lekker jezelf blijven en ga er 100% voor. Want dit is echt een kans, die krijg je één keer en het is zo gaaf, zo mooi dat je dit mag meemaken. Dus ja, ga er gewoon voor. Gewoon doen, laat de kans niet liggen, maar wees vooral jezelf en vergeet gewoon niet te genieten. Want de misverkiezing vraagt ook ongelooflijk veel tijd van je en het wordt van jou zelf gewoon heel veel gevraagd. Want je gaat echt jezelf leren kennen. Dus ja, het is gewoon belangrijk om jezelf te blijven en te genieten. Ja, Miss World is te vinden op YouTube. Daar hebben ze een eigen serie, hebben ze daar. Dat heet Miss World The Mission. Heel toepasselijk. Dus dat kunnen jullie eventueel op YouTube opzoeken. Maar je kan ook Miss World Nederland en Miss World, de internationale verkiezing, kan je online op Facebook en op Instagram vinden. Ook Miss World heeft een eigen pagina online, dus een eigen website. Zowel de Nederlandse website is er, maar ook de internationale website. Dus je kan het eigenlijk overal volgen.